is vandaag woensdag 2 augustus 2017. Prachtige dag. Wij zijn op bezoek bij Gerrit Zwiers. Gerrit is fervent wielrenner, lid van de Hardenbergse Wielenvereniging, die momenteel de fietsvierdaagse houdt. Gerrit is een van de organisatoren. Hij fietst vandaag niet mee, maar normaal dan heeft hij heel wat kilometers op de pedalen. En je zou denken dat hij als amateur gewoon in een fietsbroekje fietst, maar dat is bij Gerrit niet het geval. Laten we maar eens even kijken wat zijn verhaal is. Het is zeer de vraag of Gerrit er is, want bij de voordeur zien we... Nou ja, wij bent in de tune. Dus we wachten het maar even af. Gerrit Zwiers. Waar kunnen wij Gerrit Zwiers van kennen in Hardenberg? Nou, ten eerste is Zwiers natuurlijk een hartstikke bekende naam in Hardenberg. Dat sowieso. Misschien wel de meest bekende. Die kans zit er dik in, ja. Telefoonboek, daar is Zwiers heeft overgehaald. Ja. Waar we meer van kunnen kennen, ja, ik fiets heel veel. Lid van de Tourclub, ik ben hè? Lid van HWV, van de Hardenbergse Wielenvereniging. Al jaren. Een prachtige club, daar ben ik al jaren lid van. En de laatste jaren behoor ik tot de veteranen van de club, dus we fietsen heel veel met de veteranen van onze club. Ja, is hoeveel jaar, weet je hoeveel jaar je al lid bent? Ik schat zo'n beetje 10, 12 jaar dat ik lid ben. Ja. En is de Tourclub dan nog weer een apart onderdeel daarvan? Je hebt twee verenigingen, je hebt de raceafdeling, maar dat is wel een zelfstandige vereniging. Okay. Maar de HWV, dat is echt een tourclub. Oh, dat is echt een echte tourclub. Het gaat ja. Meer om de afstand en de gezelligheid dan om de snelheid. Oké. En jij bent dus lid van de tourclub? Van de tourclub. De tourclub die momenteel de fietsvierdaagse in Hardenberg organiseert. Ja. Hoe loopt het daarmee trouwens? Nou, ik kom juist terug van de Boshoek, van het inschrijfpunt. En het blijkt nu dat we de 400 al ruim gepasseerd zijn. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Is het een record? Dat dreigt een record te worden. Aha. Dus dan zijn we dus de tweede dag, maar 400, ruim ja. 400, dus we gaan de goede kant op. Met nog twee dagen te gaan, dan moet dat heb je vertrouwen in. Ja. Ja, nou heb je ook, je bent één van de organisatoren hè, ja. Van die fietsvierdaagse. Jij hebt zelf de route uitgezocht. Ja, je zegt duidelijk één van de, want ik ben inderdaad maar één van de vijf van de mensen die meewerken. En in dit geval zijn dat allemaal veteranen van de club. Ten eerste hebben die de meeste tijd. Ja. Ten tweede zijn die nu niet op vakantie, want die gaan in het voor- en na-seizoen. Ja. En die mensen, dat zijn er ongeveer 530, die zijn de hele dag of de hele vier dagen erg druk met de organisatie. Maar je hebt ook de route uitgestippeld? Ja. De route wordt. Elke afstand heeft een vaste groep die de route maakt. Ja. Elke afstand heeft een aparte groep die de pijlen uitzet, want ja. We gaan de hele route wat gepeild. Ja. En s'avonds moet de pijl opgehaald worden. En de volgende morgen moet een nieuwe groep gaat de pijl naar huis zetten. Dus het is een enorme klus. Ja. Maar iedereen doet zijn stekende best en het lukt allemaal. Was het mooi? Ja, en mooi weer hebben we ook gehad. Dat ja. Is ook een reuze meevaller. Ja, geweldig. En de routes zijn perfect uitgezet. Kijk aan, dat is heel fijn om Ik te horen. Ik kan bijna met de ogen dicht fietsen. Oké, okay. Ja. Dankjewel. Tot je dienst. 30 kilometer is voor jou een peulenschelletje. Ja, dat is geen probleem. Nee, maar dat doe ik de 60 doe ik dan ook. Hè. Dus, oh, die doe je ja. Ook? Ja, dat is geen punt. Nee, precies. Afstanden is geen probleem. Hè. Nee, hè? Wat is de langste afstand die je ooit gefietst hebt? Ik heb 7, 8 keer de Elfstedentocht toch gefietst. Die is 240 kilometer op één dag. Dus op één dag? Ja, dus dat is geen enkel probleem. Wat is er nou zo leuk aan fietsen? Je komt op plekken. Waar je met auto's zo voorbij rijdt. Je kunt elk moment van de dag gaan. Je kunt alleen gaan, je kunt met de club gaan. Nou, weersomstandigheden zijn mooi. Je bent lekker bezig. Je lichaam blijft in beweging. En het sociale aspect, als we gaan fietsen met de veteranen, bijvoorbeeld op een donderdagmiddag, dan fietsen ze 70, 80, soms 100 kilometer. Ja. Kopje koffie onderweg. Ja, en supergezellig. Ja. Ja, dat sociale gebeurt heel belangrijk. Ja. Nou, zou je denken, amateur fietser, gewoon een fietsbroekje aan of ja. Een trainingsbroekje, maar dat is bij Gerrit niet het geval, hè? Normaal, als we met de club fietsen,
moet altijd in de club trainen. Dat is een verplichting, terechte verplichting, of tegenover onze sponsor. Ja. Maar die moet je wel gezien worden, dat is logisch. Ja. Je stapt er heel veel geld in, dus dat moet goed zijn. Ja. Maar als ik alleen ga, ik heb meerdere kleren. Ik denk dat je doelt op de kleding waar je ooit een keer mee ontmoet hebt. Toen was ik in de wielkleding van Gianni Shimano. We hebben één clublid bij ons en dat is een oom van Albert Timmer. En die krijgt we wat kleren om uit te delen, want Albert die krijgt dat steeds nieuw. Albert Timmer is de prof. De profrenner, ja klopt. De profrenner. Ja, nou en dan, Mans Veltling is dan de naam. En dan belde ik op Gerrit, ik heb de kleren gekregen. En er zijn er dan meer jongens die wel geïnteresseerd zijn, alleen ik ben een van de weinigen. die het past, die een beetje het postuur heeft van Albert Timmer. Dus ja. Daar vallen we wel eens wat voor mij af. Aha. Af en toe zijn er zelf nieuwe kleren bij, nog nieuw in het papier. Oh, ja. Dus daar ben ik erg blij mee. Maar heeft Albert Timmer hier ook echt zelf in gereden, of weet je niet? Ja, sterker nog. Ik zie het signaal zit er al voorop. Oh, fantastisch. Ja. Ja. Dat is toch je hebt wel... zeker in de vist. Dat is toch wel een hele... Dus dat is het bewijs. Ja, heel mooi. Dus dat is het tenue. Ik denk dat een heleboel HWV'ers wel jaloers werden. Daar vind ik wel een jongen die zegt, dat stiekem dan mooi, ja. Ja, dat kan wel. Mooi jaloers, wil dat net niet nu nog, maar nee. Ze vindt het wel mooi. Stiekem wel goed, dat zegt ze dan. Maar ja, goed, dat zegt een ander, hè. Ja, maar dat is... helemaal nooit. Nee, precies. Dan heb je een kledingactie gehad van de club. Oké. Okay. Dus dan kun je weer een bepaald aantal kledingstukken kun bestellen tegen een hele gereduceerde prijs. Ja. Waar de club helemaal geld bij doet. En dan, want vooral een broek, ja, die slijt er nogal wat. Dus dan hebben we een helemaal nieuw, pas een nieuw kledingpakket weer met regenjekjes van de club. Dus dat, is, dat ziet er wel strak uit. Nou, zeker. Ja. En, want de club is denk ik al heel oud. Ik weet niet hoe lang de club al bestaat. Ik dacht in de buurt van de 30 jaar. 30 jaar? Ik durf niet helemaal zeker te zeggen, maar ik dacht in de buurt van de 30 jaar. Maar wat was voor jou dan het moment dat je dacht, nou, ik ga me aansluiten bij die club? Wat was de aanleiding? Nou, de aanleiding was dat ik altijd een gek was van sport. Altijd gevoetbald. Nog wat trainingswerk gedaan bij HC. Nog dames getraind bij HC. Mm-hmm. Alleen dan weet je, nou dan ga je kijken op de bossen met voetbal. Is allemaal leuk, maar dat is heel passief. En ik wil zelf wat doen. Nou, eerst eens voor mezelf gaan fietsen. Ja, dan ben ik zo enthousiast. En dan ga ik alleen met de club. Nou, ook gedaan. Ja, zo gaat dat. En sinds ik met pensioen ben, nou, ik ben daar 9 jaar bij Huisdoel. Dus dan is het lekker om overdag te gaan fietsen. Heerlijk. Maar ga je dan... En bewegen. Is dat, ga je dat, doe je dat samen met je vrouw of doe je dat alleen? Ik fiets gewoon met mijn vrouw. Ja. Toen de jongens kleiner, de beide zoons, die staan hier achter. Toen de jongens kleiner waren, ging ik met de jongens, met de beide zoons. Die zijn ook allebei hartstikke gek van fietsen. Okay. Dus dan ze ontstaat dat langzaam. Ja. Dan ga je dit eens doen, dan ga je die tocht eens doen. Nou, de zoons die gingen op een gegeven moment gingen de zoons naar Frankrijk, naar de Dolomieten, naar de Pyreneeën. Klimmetjes doen, pa ga je mee. Ja, het begin. Ja. Maar ja, goed, pa werd ook enthousiast. En ja, pa die ging toch wel mee. Met, ja. Met een wat meer vaderstaf van de jongens. Ja. En zo ontstond er een groep van een man of 10, 12. Die ging maar 7, 8 jaar achter elkaar naar de Franse Alpen, naar de Dolomieten. Dus we hebben alle grote calls waar de Tour de France afgelopen week was. Ja. Die hebben we ook bijna allemaal gedaan. Oh, echt waar? Ja. Dat was dan het fietsen, voetbal, sport, was jouw... Zonder schaatsen. Oh ja? Ja, zeker. Als het ijs is, dan ben ik op de ijsbaan te bekennen. Ja. Oh ja? Dat gaat dan nog weer voor het fietsen? Nee, dat niet. Maar op dat moment wel. Ja. Oh ja? In de winter, ja hoor. Het ijs is dan... En wat we in de winter doen, dat is ATB. Dus ik heb ook een all-terrain bike, een ATB. Oké. Okay. Ik sta nog nieuw in de schuur. Ik ben afgelopen winter een nieuwe gereden. En dan met diezelfde veteranen gaan we dus ook in de winter de bossen in. Dus ja, hetzelfde verhaal weer, een lekker tochtje maken, ja. Kopje koffie onderweg, gezellig. Ja. En dan baai je er door de modder. En dan kom je wel eens thuis dat ik in de garage uit moet kleden hoor. Dan ziet het er niet meer uit. Dan mag je er niet in. Mag ik er niet in, nee, klopt. Nee, en terecht. Deze ATB-fiets die heb je net nieuw aan. Ja, dat is de nieuwe, ja. Afgelopen winter? Ja. Maar dit is speciaal, die gebruik je alleen in de winter? Ja. Ja. Daar kun je ook wel mee, maar goed. Zitten de winterbanden op? Daar zitten winterbanden, echt dik profiel, hè. Oké. Okay. En dan ga je mee... Als kom je in de modder niet weg. Dan ga je mee de bossen in en om of... Overal. Overal? Ja, maar wel in de buurt meestal, hè. Maar wat vind je, als je moest kiezen, wat vind je dan leuker? ATB'en of gewoon... Een racefiets. Ja. Racefiets? Het is puur ter overbrugging van de winterperiode.
Maar een ander die vindt in de bossen, die oude de bossen wel mooi hoor. Ja. En vooral in de winter, als het s'morgens koud is en heel vroeg, dan komen zoveel reentjes of zo, die springen voor je langs, heeft ook weer iets. Ja. Dus je bent lichamelijk in ieder geval in goede, in topconditie, kan je wel zeggen. Ja, absoluut. Ja. Je hebt nooit de behoefte om traf wiel te Nee, absoluut niet. Helemaal lang niet. Maar ben je wel iemand die ook langs de lijn staat bij een wielerronde? Ja, zo? Ja? Ja, als de wielerronde is, dan ben ik er. Dan ben je erbij. Ja. Dus je gaat dit gewoon nog 20 jaar doen? Minstens. Oh, echt? Ja, als ik gezond blijf, dan blijft het ook. Ja? Ja? Ja, ik zit zo momenteel fysiek zo'n beetje zo'n 1000 kilometer per maand. 1000 kilometer per maand? Per maand? Ja. En als het seizoen erop zit, dan zit ik tussen de 8 en 10.000 kilometer. In een seizoen? Ja. Zo. In maart en eindigt dan in oktober, zoiets. Ja. Ja. Wat we ook hebben, dat HWV heeft natuurlijk ook zelfs een toertochten. Ze organiseren 3 toertochten per jaar. Ze organiseerde een club 2-daagse, die is binnenkort weer. Dat is een dag ergens naartoe en de volgende dag weer terug. Dus dat soort dingen, oh, dat vind ik fantastisch om te doen. Ja. Ja. Oké. Ja, er is op het moment natuurlijk heel veel gaande over het gevaar van de fietsen. Ja. Ongelukken en dat soort dingen. Heb je daar wel eens mee te maken gehad? We kennen wel valpartijen in de club. Ja? Er waren 2 bij zelfs met heel ernstige gevolgen. Maar het probleem is momenteel, en dat zie je ook in de media overal, daar ontstaat langzaam al een hetze tussen toerfietsers en racefietsers. En er wordt behoorlijk aangewakkerd en dan krijg je allerlei scheve verhoudingen. Nou, in de praktijk is het dus zo, en dat geldt ook in het dagelijks leven, je niet elkaar geen ruimte geeft, zo letterlijk als figuurlijk, dan wordt het nooit wat. En dat geldt bij jou met fietsen ook. Het ligt nooit aan de racefietser alleen, het ligt nooit aan die alleen. Het zijn groepen mensen die elkaar moeten verdragen en die met elkaar moeten proberen een oplossing te zoeken. Dus samen het weggebruiken zijn, en dat is belangrijk. En, ja, je proeft momenteel een beetje, die fietsers en die racefietsers dit en de racefietsers dat. Gedeeltelijk is dat ook wel waar. Maar goed, onze verhalen, die zijn misschien net andersom. Ja. Dus, en ja, je moet elkaar respecteren en proberen daar met elkaar op een verzoenlijke manier mee om te gaan. Ja. En in de praktijk lukt dat meestal wel. Maar af en toe zijn er letterlijk en figuurlijk een botsingen. Ooit zelf betrokken geweest bij een valpartij? Maar dat was dus een eenzijdige valpartij. In een afdaling in de Dolomieten. Een lange afdaling met een redelijke snelheid. Ja, ik kwam van een ideale lijn af. Ik kwam onder de vangrail, onder een ijzeren vangrail. Oei. En dan is het even schrikken. Dus er was 2 gebroken wervels. Maar het is allemaal goed afgelopen. Met een week of 5-6 zat ik er op de fiets. Dus dat was een leven strekken. Ja, toch wel. En niet geaazeld om toch ook weer de fiets op te stappen? Gelijk dezelfde dag dan weer op. Oh ja? Ja, doorgefietst zelfs nog. Oh. Alleen de klachten kwamen pas na 2-3 dagen. En toen konden ze op een gegeven moment helemaal niks meer. Nee, Oké. Maar dat kan gebeuren. Dat is in elke sport zo. Als je niks doet, gebeurt er ook niks, zeg ik wel eens. Nee. Maar je moet met beleid fietsen. Proberen vooruit te kijken. Vooral met de groep, hè. Met de groep is het een heel ander iets nog. Dan alleen. De groep is lang, ja. De auto moet kunnen passeren, je hoeft elkaar maar iets aan te raken, dan gebeurt er ook wat. Dus er zijn wel hele strenge regels. Ten eerste, iedereen moet een helm dragen, anders mag je maar niet mee. En dan signalen geven, hè. Dat is voor, achter, auto links, auto rechts, wordt ingehaald. Alle soort vaste kreten hebben we van let op, let daarop, paaltjes onder andere, fietspaden. Ja. Vreselijke dingen voor groepen wielrenners. Ja. Ja, ze in mijn optiek al lang weg moeten halen, want er zijn levensgevaarlijke dingen. Ja, ze staan er nog wel. Ja. En je hebt ermee te maken. Ja. Dus af en toe dan gaan ook wat dingen en zeggen van nou. Maar aan de andere kant is het ook zo, meestal gaat het goed. In die zin van, heb je geen oversteken, dan komt een auto aan, dan stoppen ze en dan zeggen, ga maar voor jongens. Dus het is niet allemaal kommerijk wel. Nee. In de meeste gevallen gaat het goed. Maar af en toe zijn er wat vrevels onderling. Ja. Nou. Maar goed, samen oplossen dan, hè? Proberen. Dat wordt moeilijk, maar die kant noem wel op, anders dan lukt het niet. Nee, dan lukt het niet. Nee. Je moet allemaal een beetje water bij de wijn doen. En dan gaat het precies goed. Doe dat maar niet. Geen aan de fietsen. Ja. Oh, jongen, dat is echt nieuws. Het hot nieuws voor de dinsdag, de courant.
gewenst. Dat is een navigatiesysteem op de racefiets. Dit? Ik weet er nog niet alles van, dus het is vrij nieuw. Maar hier kun je dus routes opnemen. Je kunt zelf routes uitzoeken. Je kunt, er zit een surprise-functie waar je zegt, ik ben ergens en ik wil een route fietsen. Maakt niet waar ik ben, of ben ik in Valkenburg of ik ben ergens in Duitsland. Ik zeg, ik wil een route fietsen. Dan druk je in, hoe lang wil je fietsen? 40 kilometer, 50, 60, 80, 100 kan allemaal. Oh, ja? En dan, kun je dus, dan maakt hij zelf een route voor jou. En die heb je nu net nieuw? Die is nieuw. Die heb ik net een week dus. Dus ik wil het allemaal nog leren, ik weet niet precies hoe het werkt. Nou, dan kun je het film niet zien, maar je kunt de route keuren. Ja. Het is net als de autonavigatie. Ja, ik zie het. Alleen deze praten niet mee, jij alleen maar beeld. Dus, ja. Oké, dat moet je allemaal nog uitvieren. En dan kun je dus opslaan. En dan is er op de site, is er een, op de social media, is er een site van Strava. En dan kunt elke fietser, of niet elke fietser, maar heel veel fietsers, zetten de route op die ze fietsen hebben. Oh ja? Yeah? Nou, zo terug van de training, een half uurtje later staat er route, staat er ook die jongens fiets hebt. En dan? Staat de hoogte staat erop, gemiddeld bij fiets hebt, het aantal kilo, aantal calorieën waar je verbruikt hebt. Oh ja? Ja. Zo. Maar calorieën weet ik, dat ik niet weten. Hè, want dan, Wat dan? Ja, dan is soms precies te vallen. Oh ja? Dan moet je een BDB eten. Dat lukt niet, hè? Nee, en wat eet hij dan bij? Normaal waterschap. Wat is, wat is goed? Nou, ik soms zal ik thuiskomen van fietsen. Dan neem ik zo'n paar plakken brood of zo, een beetje yoghurt of fruit. Want je verbruikt dan wel heel veel calorieën. Heel veel, ja. En veel drinken. Maar daar is iets voor ook niet goed in ben. Nee. Maar drinken is ook heel belangrijk. Hè? Dat doe ik in feite nog te weinig. Okay. Ik probeer mijn lim te beten, maar dat lukt nog niet erg. En hoeveel moet je dan eigenlijk drinken? Nou, elke uur, anderhalf uur moet ik een bidonnetje leeg drinken. Dat is een half liter ongeveer. Ja. Daar kom ik lang niet aan. Ik doe zo met één bidonnetje zo van de hele dag fietsen. Oh ja? Dus dat is veel te weinig. Dat is te weinig. Ja. Hoe zou dat komen dat je dat niet... Geen dorst. Nee. Je moet niet wachten tot je dorst hebt. Je moet veranderen. Oké. Okay. Je wacht niet tot dat niet meer wil. Nee. Maar je moet gewoon... De voorrang. Ja. Echt, dat noemen ze het de hoogklap in de racerij. Ja. Als je dat hebt, dan helemaal leeg. En dan wil ik niet meer. Dan wil ik niet meer. Nee, dan is het gebeurd. En hoe heet dat, zei je? De hoogklap. Hoogklap? Dat zegt dan de profrenner, zegt hij, de hoogklap. Oké. Ja. Aha. Mooi. En dan duurt het heel veel eten en duurt heel lang voordat je weer te boven bent. Ja. Nee, dat moeten we dus niet hebben. Nee. Nou, we moeten maar even opstappen, denk ik. Dus dat zijn maar twee karretjes. Ja.